Een grote brand aan de oerslag in Metslawier heeft zondagochtend een grote loods helemaal in de as gelegd. De loods was van een transportbedrijf. Er stonden 6 vrachtwagens en een shovel in. De brand werd even na 6:30 ontdekt en bleek al snel uitslaand te zijn. Korte tijd later schaalde de brand weer al op naar middelbrand en grote brand. De brandweer uit de wijde omgeving en zelfs uit Groningen moest de hulp komen om voldoende waterwinning op gang te krijgen en de brand te bestrijden. Er werd ingezet op het behoud van de naastgelegen woning. Dit slaagde. Aan de loods was niets meer te redden. Deze is volledig verloren gegaan, evenals de vrachtwagens en de shovel. Enkele omliggende wegen werden afgesloten omdat er slangen op de weg lagen voor de waterwinning. Het nablussen nam veel tijd in beslag.